Amaya's vader had echt de moeite gedaan om haar eigen kamer te creëren voor haar kleertjes te wassen. Hij heeft zelfs speelgoed gehaald. Dat kind kan niet eens spelen met speelgoed. Dat warmt een moeders hart toch wel op. Okay, but how's the vibes? Gewoon cool. Honestly, like very cool. Chill gewoon. Cordial. Ik zou de vader van Amaya omschrijven als een nobele man. Een hardwerkende man. Die doet wat goed is. Want toen hij in Nederland was, toen we bij gingen lunchen. Nee. Toen zag ik zeg maar wel echt. Ik zie dat niet. Ik zie dat echt niet. My goal is to be like great co-parents than Kris Jenner is with her husband. Weet je wat het is? Wij hebben allebei nu gewoon Amaya als onze prioriteit. Weet je? En we leren elkaar ook gaanderweg door Amaya beter kennen. En dat is gewoon wat de situatie nu is. Niet meer, niet minder. Maar ik ben forever single. Laat mij met rust. Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik wel. Omdat Marwa, ik kan gewoon niet met mijn... Ik kan niet. Ik wil ook niet. Ik ben moeilijk. Ik ben een moeilijk persoon. Ik ben heel erg toegetakeld door voorafgaande relaties. En dat heeft een beetje mijn mentale gesteldheid aangescherpt en veranderd. Dus of ik nu op dit moment opensta voor liefde? Nee. Ik sta open voor het zijn van een superman. En dat heeft mijn prioriteit op dit moment ook. I feel like it's very important for her to have a relationship met haar vader. Dus eigenlijk om dat te versterken ben ik hier. Ik heb geen vader in mijn leven gehad. Mijn ouders waren bij elkaar, gingen scheiden. Tegelijkertijd scheidde ook de band die ik met mijn vader had. En ik probeer dat echt anders te doen. Hij gaf me een compliment gisteren. Hij kwam zo en ze was aan het slapen. Nadat ze zeg maar die krampjes had en toen zei hij, Eyo Selva. You know, I have a lot of respect for you. Like, being a parent is hard. Mind you, hij is net 3-4 uurtjes met haar geweest. Dat vond ik echt lief. De bare minimum. Ja, de bare minimum. Yeah. Hallo, sommige mannen zeggen dat niet eens tegen vrouwen. Like, okay, hij is wel heel lief. Hij is zeg maar... Maar ook met haar. Weet je wat het wel is? Mensen vinden altijd dat de traditionele manier de juiste manier is. Maar als mensen daar ongelukkig in zijn en echt van een gebouw af willen springen bij wijze van... dan wordt daar zo naar gekeken. Dan is het een taboe om daarover te praten. Ja, sorry, ik ben daar gewoon niet van.